deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke do-it-yourself video, want ik ga vandaag henna brows aanbrengen. Gewoon hier thuis in deze video. Je kunt het gewoon helemaal zelf doen. Voor de mensen die niet weten wat henna brows zijn. Het is een soort substantie die je in je wenkbrauwen doet. En dat blijft 2 weken goed zitten. Tenminste, dat was ze claimen, dat het 2 weken blijft zitten. En dan heb je gewoon hele mooie volle wenkbrauwen voor 2 weken. Het is dus een beetje een soort van... een niet permanente tatoeage, maar dan mooi en het gaat dus weg na 2 weken. Ik heb een paar weken geleden in een salon henna brows laten doen. Kost 20 euro. Volgens mij is dat de prijs die bijna elke salon hanteert. En ik vond het heel mooi, maar toen ik zag hoe ze het deed, dacht ik bij mijn eigen... Ik heb een jaar geleden... een video gemaakt waarin ik ook mijn wenkbrauwen deed met baardverf, ook gewoon hier thuis. En dat bleef ook voor een week of zo. Als je die video wilt zien, ik plaats hem even hierboven. En zij bracht het precies aan als hoe ik die baardverf aanbracht. Dus ik dacht, ik kan dit ook gewoon. Dus ik heb gewoon henna brow spul besteld online. En ik dacht, ik ga gewoon deze video maken hier. Dat bespaart iedereen veel geld. En ja, het leek me wel leuk om in een video te doen. Vooral omdat henna brows nou best wel in is, ja... is het wel leuk als je het gewoon makkelijk kunt doen thuis. Nou, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En op het belletje te klikken naast abonneren, zodat je altijd mijn video's ziet. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, mensen, mijn huid is een beetje onrustig. Allemaal van die plekjes overal. Maar dat komt omdat ik dus echt net een gezichtsbehandeling heb gehad. En ze heeft allemaal lopen prikken in mijn huid. Dus vandaar dat je allemaal van die rode puntjes ziet. Maar negeer dat vooral. Nou, ik had vandaag mijn wenkbrauwen moeten harsen. Want je kunt hier echt best wel veel haartjes zien. Alles. Maar als je henna brows gaat doen, moet je dat pas achteraf doen. Dus harsen, epileren, whatever, om die haartjes weg te halen, moet je pas doen daarna. Ik heb hier de Brazilian Brows Henna for Eyebrows. Ik zal ook de link van de site waar ik ze heb besteld onder deze video in de beschrijving plaatsen. Ik heb hier iets van 25 euro voor betaald en je kunt hier 35 keer mee doen. Dat stond erbij. Dat is dus voor 25 euro heb je 35 keer henna brows. Terwijl als je het professioneel laat doen, moet je 20 euro betalen voor 1 keer. Dus dat is een heel groot prijsverschil. Ik heb de kleur black, want ik wil gewoon altijd hele donkere wenkbrauwen. Oh, by the way, toen ik henna brows had laten doen, het bleef echt geen 2 weken zitten. Echt max een week. Na 5 dagen zo begon het er al wel gewoon echt af te gaan. Maar ik maak wel echt elke dag mijn gezicht schoon en dat soort dingen. Maar het bleef echt geen 2 weken zitten. Maar ik vind een week ook oké. En als je een vettige huid hebt, gaat het er sneller van af dan bij mensen met een droge huid. Ik heb een droge huid en bij mij was er ook gewoon af na 1 week. Dus ja. Ik ga even make-up en doekjes pakken. Want je moet eerst je wenkbrauwen goed schoonmaken. Zodat er niet allemaal oliën, vetten en whatever in zitten. Want dat gaat allemaal aantasten hoe lang het product erop blijft. Dus ik zorg ervoor dat alles er goed af is. En dan met een schone wattenschijfje ga ik er overheen. Nou, die vrouw die mijn wenkbrauwen toen deed, die gebruikte eerst een potloodje om de vorm te maken. Dus dat ga ik nou ook doen. Ik gebruik gewoon mijn NYX Brow Pencil. Even met de spoelie door mijn wenkbrauwen heen. En dan ga ik gewoon heel voorzichtig over mijn wenkbrauwen heen in de vorm die ik normaal had en wil. Ik kleur mijn wenkbrauwen niet in ofzo. Ik ga er echt alleen zo omheen om te zien waar de henna brow spul moet. Ik moet zeggen, toen ik dus dit deed met baardverf, deed ik deze stap niet. Maar ja, en toen lukte het in principe ook gewoon. Maar ik had dus gezien dat die vrouw dit wel deed. Dus ik dacht, ja, dit maakt het wel iets makkelijker. Nou, ik heb ze allebei omlijnd. Dit is ongeveer hoe ik mijn wenkbrauw wil hebben. Ietsje dikker. Dit vind ik zo wel mooi. Op de achterkant staat ook precies de stappen. Dan moet je zo'n klein diep schaaltje hebben. Die heb ik hier ook. En dit is dan wat er in het pakje zit. Dit is de poeder en dit is de fixer. Deze twee moet je gaan mixen. En je hebt deze handige plastic lepeltje. En daarmee kun je het mixen in dit schaaltje. En je hebt ook water nodig. Er staat hier dat je mineraalwater moet hebben. Ik heb gewoon kraanwater. Heb ik gewoon hierin. Ik weet niet of dat echt een issue is. Maar ik heb gewoon normaal kraanwater. Dus we gaan mixen, jongens. Oké, je moet dus een klein beetje van deze poeder in het bakje doen. Er staat een small amount. Dus gewoon een klein beetje. En dan 2 druppels van deze fixer.
En dan 8 druppeltjes water. En dan moet je het met het lepeltje gaan mixen. Als het nog te dik is, dan moet je gewoon iets meer water toevoegen. Oké, ik vind het wel, ik vind het wel moeilijk om te bepalen hoeveel van die poeder je dan moet doen. Maar ik doe gewoon een klein beetje. Zo, ik heb echt een heel klein beetje gedaan. Het is hier een beetje naar beneden gevallen. En dan deze henna fixer. Het voelt een beetje alsof ik mijn haar ga bleken ofzo. En daarvan moeten 2 druppels. 1. 2. Nou, tot nu toe gaat het best makkelijk. En dan 8 druppels water. Ja, ik heb dus heel de ding. Hoe weet ik dan wat een druppel is? Ik doe gewoon zo een klein beetje erin. Oké, whatever. Ik heb gewoon een klein beetje gedaan. Ik weet niet hoeveel druppels het zijn. En dan gaan we gewoon mixen. Oké, ik heb denk ik te veel water gedaan. Oh my god. Yo, het stinkt echt naar henna. Mensen, ik denk echt dat ik echt veel te veel water heb gedaan. Het is nou super waterig. Oké, je moet het echt heel voorzichtig doen met het water. Ik ga overnieuw beginnen, want er zat echt veel te veel water in. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oké, ik heb nou iets minder water gedaan en nou gaat het al een stuk beter. Hij wordt ook wat donkerder. Oké, ik denk dat ik het nou wel goed heb gedaan. Net was er echt veel te veel water. Oh my god, ik heb gewoon echt allemaal spul verspild eigenlijk. Nou, dit is dan hoe het er nou uitziet. Het is een klein beetje dikkig. Het wordt een beetje groenig, een beetje donker. Dat was net ook echt helemaal niet. En als het dus te dik is, moet je er wel iets meer water bij doen. Oké mensen, ik ga gewoon beginnen. Ik heb deze afgesneden platte kwast. Deze is van BH Cosmetics 107. En dan ga ik ze gewoon inkleuren. Ik begin aan de buitenkant, omdat die het meest donker moet worden. Wat ik wel apart vind, is dat hier op de doos staat dat je het 20 minuten moet laten zitten. Maar die meid bij wie ik het had gedaan, die liet het 5 tot 10 minuten zitten. Dus ja, dat is wel een stuk minder lang. Ik ga het gewoon 20 minuten laten doen. Want ik wil het gewoon super donker hebben en zo. En dan met wat er nog een beetje op mijn kwast zit, breng ik het hiervoor aan. Want ik wil het daar niet te dik hebben of te zwart. Want dan krijg je zo een blokje wenkbrauw. Oh mijn god mensen, het is nou gewoon echt groen. Oké, ik ga verder met inkleuren. En dan ga ik ook de andere wenkbrauw inkleuren. Ik begin weer met de staart. Ik heb wel echt veel te veel gepakt. Voor 1 persoon is dit echt veel te veel. Dus ik ga dit denk ik zo meteen ook gebruiken voor mijn moeder. Want die zit beneden en die wil dit vast ook wel. En anders moet ik het weggooien. En dat is een beetje zonde. Oké mensen, ik ben echt een beetje bang dat mijn wenkbrauwen groen worden. Oh mijn god, want ik zie gewoon echt groen. Oké, stress level 120. Oké, het wordt al iets donkerder. Maar ik zie nog aardig wat groen jongens. Ik heb wat kale plekjes in mijn wenkbrauwen en die plekken daar breng ik even iets meer aan. Zodat die echt goed gevuld worden hopelijk. Oké mensen, kijk, het is wel echt een beetje groen. Ik hoop wel dat het gewoon echt zwart wordt. Nou mensen, ik ga dit dus even 20 minuutjes erop laten. Het is nu 2:30, dus rond 2:50 kom ik terug. En dan gaan we zien of mijn wenkbrauwen zwart zijn of groen. Wat ik allemaal wel niet doe voor mijn video's. Nou mensen, ik heb het van mijn wenkbrauwen afgehaald. Ik heb het er echt 20 minuten opgeladen. Opgelaten. En ja, ze zijn goed ingekleurd. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik zie nog een beetje groen. Ik zie een soort van groenige waas of zo. Het is niet extreem of heel veel. Het stoort me niet per se. Maar ik wil het wel even laten weten. Ik weet niet precies hoe dat komt. Misschien heb ik iets te veel van die poeder gedaan. Want er viel te veel uit. Dus ja, misschien ligt het daaraan. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je het gaat doen. Dit was mijn eerste keer. En ik heb het ook hier een beetje te laag gedaan. Je kunt ook hier een beetje zien. Maar ja, dat zijn allemaal van die beginnersfoutjes. Maar ik vind het goed uitzien. Ik kan gewoon zo zonder make-up gewoon over straat. En dan zijn mijn wenkbrauwen gewoon oké. Het is in ieder geval een stuk beter dan hoe ze er net uitzagen. Dus ja, het heeft echt nut. Dus ik zou zeggen, als je dit al gewoon kunt. Als jij al iemand bent die vaak je wenkbrauwen doet. Dan echt, koop dit. Het is echt een stuk goedkoper dan 20 euro per behandeling. En als je dit nog niet kunt, dan adviseer ik je eerst om een wenkbrauw pomade te kopen. En dan met een kwastje eerst te gaan oefenen met je wenkbrauw doen. Voordat je echt dit gaat doen. Want die kun je er gewoon meteen van afhalen en dit niet. Maar ja.
het heeft nut. Ik heb het ook net bij mijn moeder gedaan, want ik had echt way too much gemaakt. En ja, bij haar lukte het ook gewoon, dus ik ben er blij mee. Ik heb dus de kleur zwart gepakt, black, dat is de meest donkere. Veel mensen vinden dat toch een beetje spannend, want ja, misschien wordt het dus te zwart. Maar ik vind niet dat het te zwart wordt, het is gewoon hoe ik het normaal ook doe. Als ik me opmaak, ga ik ze nog wel bijkleuren om ze ja gewoon mooi strak te maken. Want bij een make-up look is dat wel mooi. Maar zonder make-up gewoon zo, ik vind het echt prima. Ik ga maar even verder opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, ik ben helemaal opgemaakt. Ik heb deze soort van zomer-lente look gemaakt, omdat de lente er toch aankomt. Ik heb hiervoor deze twee paletjes van de Action gebruikt. Mijn lippen zijn een lipgloss en de lipstick ook van de Action. Ik plaatste deze look vandaag op mijn Instagram, dus dan staat hij er al op als deze video online gaat. En de tutorial, die staat er misschien al wel op en anders morgen. Nou, ik vond het weer heel leuk om deze video te maken. Het was echt weer zo'n beauty hack. Mijn wenkbrauwen heb ik een beetje met potlood bijgekleurd en het was strakker gemaakt met concealer, maar meer niet. Het was ook echt super makkelijk nou om ze te maken, omdat ze al best wel ja, zwart waren. Ik raad deze Henna Brows pakketten dus echt zeker aan als jij iemand bent die er echt van houdt. Het bespaart je gewoon superveel geld als je het gewoon lekker thuis doet. Tenminste, als je het kunt en wilt. En anders ja, kun je het gewoon alsnog door iemand anders laten doen. Iedereen kan doen wat je wil. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt woensdag om 1 uur. Doeg!